Ja. Hij zit er nog steeds. Achtervolging! Oké mensen, ja, we zijn een potje gejoined, dus er zitten best wel veel Nederlanders heb ik in de lobby ontdekt. Wat we gaan doen, inderdaad, waar we gaan springen. We gaan op mijn teken springen en dat is bij Roshok, een beetje in de buurt. Ik weet niet waar het vliegtuig vandaan komt, ik zie ook daar pas. Nee, het vliegtuig ziet er anders uit. We gaan in Roshinki, daar gaat hij heen, zie je? Daar gaan wij springen, ja, want daar is een drukke stad, daar is tenminste actie. Wat we af en toe moeten doen is recroepen. Dat is het beste. En we vliegen bijna over ons Sinky. En nu eruit. We moeten naar die stad daar. Als jullie mij zien. Daar moeten wij heen. Gaan een huisje looten. Oké, we zijn hier niet de één. Probeer even een wapentje te zoeken. Wat ik totaal hier niet vind. Oh, ik hoor een auto. Ja, ik heb een wapen. Even een leuk onderwerpje om over te vertellen. Noordwijk. Daar heeft Boef... Sorry, ik ben in jouw huis aan het looten. Mijn excuses. Gewoon Boef, dat is een bekende rapper. Dat is best wel bekend. Die heeft opgetreden in de buurt bij mij. Dat is best wel bijzonder. En ja, nee, ik heb hem niet gezien. En jongens, ik heb mijn lievelingswapentje. Jongens, wie raadt het al? Ik denk dat Carina mij het best kent, maar ik heb mijn lievelingswapen. Welke is het? Klasnikov. Ja! Ik heb een rugzak nodig. Ja, ik ook. Ik heb helemaal niks, man. Een helm, niks. Alleen maar een Klasnikov. Ik ga in dit huis links looten. Niet mijn stalken, Carina. Domme. Ja, ik weet niet waar ik naartoe moet. Ja, pak gewoon een huisje. Oh ja. En dan uiteindelijk gaan we recoupen als iedereen zover is. Hier heb ik een tasje gevonden. Ik moet nog steeds een helm vinden. Ja, ik ook. Oh, ik heb hier ook een tasje. Best wel, oh, hier is nog een tas. We kunnen soms even stilvallen, maar dat is gewoon even concentratie. Let daar wel niet te erg op. Het is gewoon de spanning. We moeten niet doodgaan, want altijd door mijn content ga ik vaak dood. Omdat ik aan het praten ben, dan ben ik niet aan het concentreren wat ik nu aan het doen ben. Ik ben gewoon als een gek naar die huisjes aan het rennen. En ja, zo kunnen mensen mij makkelijk killen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar ik ben wel blij dat ik een Kalashnikov, oftewel een AK, in mijn handen heb. Dat schiet altijd zo lekker, dat geeft meer damage meestal. En, ja, het is gewoon fijn, weet je. Heb je al een helm? Ja. Ik nog steeds niet. Maar het komt goed, hoor. Nee, ik heb wel een helm, joh. Ik heb een helm. Hoi. Maar ik wil zo'n lege helm, dat is echt 10 keer beter. Ik heb nog een healing. Maar even kijken op de map. We zitten een beetje eindcirkel. Dus we zitten wel in de cirkel, maar we zitten echt nog fijn. Ik heb 4 first aid kits dingen. Ik hoor mensen schieten. Oh, sheep. Sheepie. Ik heb een scope. Ik ook. Fuck het niet. Hier is nog een helm bij mij. Ik hoor mensen schieten. Dan moet ik even kijken waar. Ik zie daar trouwens, leek wel een airdrop, iets in de lucht, maar het is volgens mij geen airdrop. Maar het lijkt er wel op, maar het is het niet. Ik hoor mensen echt helemaal schieten, maar volgens mij is dat achter die kerk daar. Hey, Red Bull is altijd handig. Ik ga even drinken. Ik schrok van je geluid. Ik kom richting jullie. Hey, een pet, een pistool. En jongens, pas op, we kunnen elkaar damage, hè. Dus dat moeten we niet doen. Ik ken Carina op Aids of Siwan. Maar echt waar, ik hoorde daar geschoten. Die moeten wel naar dit dorp komen. Iedereen, pak een positie of zo. Dat eentje naar links kijkt, en eentje naar rechts, en eentje rechtdoor. Ik kijk rechtdoor, en eentje naar links, en eentje naar rechts. Ja, dat is het beste. We zitten tot nu wel goed. Oh. We lijken echt zo'n bewakersquad, dit. Zo. Ze drie aan het kijken, zo. Ja. Geniaal. Maar je zou verwachten dat het hier wel drukker moet zijn. Nou, klopt. Maar heel veel mensen springen bij het begin de gelijk eruit. Daar is nooit de cirkels. Altijd een beetje in het midden. Ja. Ik zie een auto. Oh, ja. Ga er dan heen. Doet hij het dan? Hij staat... Oh ja. Daar staat hij. Oké. Okay. Anders ga ik hem wel halen, ja? Als jullie het goed vinden. Ja, dus ik ga parkeer ik hem in de garage. Ga je mee? Oké, okay, maar eentje moet wel even op de positie blijven. Oh ja, ik geef wel dekking. Ja, graag. Waar moet ik hem parkeren? Oh, jij rijdt hem.
Oh, ik dacht dat ik reed. Ja, gewoon in je garage daar. Gewoon. Of je moet het een slot. Zo, dus haar auto gaat hard, jongens. Ik heb nog niemand gespot. Nee, bijzonder. We zitten nog steeds goed in de cirkel. Maar het lijkt me ook vrij sterk als we hier de een of te zijn. Ja, klopt. Er zullen heus wel meer mensen zijn. Ja, de shotgun. Dat is wel handig. In het huis gewoon van ons, hè. Dat missen wij. Nee, ik had dan een shotgun, maar ik dacht dat iedereen een shotgun had. Ja, ik heb, Een hele M16. Slechte. Ik heb een M16 en een SCAR. Maar ik denk dat ik toch even van die dichtbijzijnde huisjes toch ga looten. Ja, hier zit helemaal niks in. Alleen aloe drinken. Het is whisky, maar ik noem het aloe drinken altijd. Aloe drinken. Aloe. Een pan. Zie ik. Dan kan je goed Quinten mee slaan. Zo'n kleine koppie, echt waar. Jeetje man, dat is echt pepernoot. Oh shit, kijk eens wat. Oh shit, maar dan moet ik wel deze hebben. Maar... Oeps. Ik ben helemaal aan het kloten nu. Dan pakken we die shotgun weg. Ik zag een bom. Nee, we zitten aan het randje van de cirkel. Ja, klopt. Blijven we hier of gaan we iets meer naar het midden? Ja, ik kan niet doen we. In de auto. Dat is inderdaad zo, want kijk hoe de cirkel, we zitten op het randje. Je hebt inderdaad gelijk, laten we dat doen. Dan gaan we richting het zuiden, denk ik. Familieauto. Familieauto. Wow, al die bommen. Nou ja, gewoon rustig aan. Die kant. Kijken. Ja. Zuidwesten, richting het zuidwesten een beetje. Nu rij je eruit. Ja, weet ik. We moeten in het gebied rijden. Nee, maar die bommen raak je echt nooit. Alleen als je echt pech hebt. Ja. Autootje, jongen. Geniaal. Auw. Mr. Bean autootje. Ja, echt, hè. Jullie kunnen trouwens uit het raam schieten, hè. Dat ziet er zo cool uit. Gewoon ja. Richten. Gaan we in die huizen verstoppen of gaan we verder rijden? We gaan wel een beetje langs rijden, dat weet ik nooit meer. We gaan even bij die huizen kijken, maar ik denk dat het wel dat er mensen zijn. Dus zet je wapentje al een beetje gereed. Hier, ik hoor mensen al schieten. We kunnen naar het geschiet afgaan, daar hebben we kills. Maar ik hoor er maar één keer schieten. Ja, ik weet niet. En ik hoor die deur, of ik hoor, de deur staat hier wel open. Ja, hij is al geloot. Ik heb echt het gevoel dat hier iemand is, hoor. Kijk goed om je heen. Wacht, wacht. Nog een auto, nog een auto. Nog, jongens, nog een auto. Schiet. Schiet. Ik kan niet schieten. Oh, ik heb eentje geraakt. Dik. We kunnen achter ze aan. Achtervolging! Pakken ze! Ik kan hem niet gebruiken. Is Michaeltje dan dood? Ik ben nog oud. Au! Nee, ga ik ook. Nu ben ik ook aan de beurt. We hebben allemaal dikke scopes. Fuck. Nog weer geschoten. Kom, we gaan in zo'n rood huisje. Au. Ik moet heel. Godverdomme. Heel. Kijk uit. Bom. Jongens, kijk uit. Hij is hier binnen. Achter je. Daar ook. Waar? Ja. Ja, links op dat balkonnetje. Die kan je makkelijk hebben. Waar? Daar, links bij de balkonje, daar. Ja, ik zie hem niet meer. Daar boven of onder? Boven. Die zit daar ergens. Oh.
Hij zit daar achter het andere balkonnetje. Oh. Ja, ik zie hem. Richt af, dan schiet je meteen op zijn kop. Het is fucking lastig. Ik moet hem eigenlijk backrapen in één keer. Hij zit er nog steeds. Godver, hey man, dit is zo oneerlijk. Ik wil kills pakken.